Nou, als je het hebt over ontmoetingsplek 21ste eeuw, dan moet je natuurlijk eerst eens kijken naar of je een goede plek kan maken in die buurt, waar in ieder geval ontmoeting mogelijk is. En het is niet alleen maar een belang geven aan een plek en een plek mooi inrichten. Het gaat er met name om dat je bewoners prikkelt en uitnodigt om iets te doen en op de plein elkaar te ontmoeten. En wat een van de wensen was van de bewoners ook, was dat het lichter zou worden op het plein. Ja, dat moet jij zeggen. Je moet zeggen, ik open naar je huis. En dan moet je zeggen, dat niet. Ja, dan kan mij een slechte op je huis, hè. Zo'n jongen uit de klas, die ik zo boos verhielen. Hij zit midden in de kast, iedereen is ding ding en hij komt eruit. Maar hallo, als je dit opneemt, dan kan je eronder. Ja, kijk, hè. Wat hebben wij nieuw ding netjes en mooi kreeg. Moet kijken, hè. En zomer of winter, dat is geen verschil, altijd gezellig als je kindjarig bent, gezellig allemaal. Dat is wel echt leuk. Ja, het maakt geluid, hè? Ja, daarom komen we even naar beneden. Nou, we gaan even kijken. Kijk, maar die kunnen zitten. Dat is de koop. Wat we hier zien is eigenlijk marbles. Hè? Dus een interactief kunstwerk van een soort stenen. Achtige dingen die oplichten op basis van aanraken en langslopen. En het idee was eigenlijk om een soort digitaal open haardje te maken. Dus een soort plein waar mensen weer bij elkaar samenkomen en elkaar ontmoeten. Hè. Dat heeft dit plein ook wel nodig.